Ik zal je niet een fabeltje te vertellen. Hè? Dat ik hem op heb moeten wachten en de bed heb moeten schuiven. Hè? Ik bedoel, dan heb het paspoort nog maar gedaan. Maar komt er bij mij regelmatig voor, omdat ik dus ook al die sport gedaan heb, en ik regelmatig nog een keer ga trainen. Ik wil dat bij je houden, snap je? Niet meer van de overdrevene, maar goed. Weer training aan ik wel. Ik zit een dag of een week of twee, drie geleden zit ik bij de bokkenrijder. Ook lekker te trainen. Kom ik daar een oude maat van me tegen. Misschien wel 40 jaar geleden dat ik hem gezien heb. Hij komt naar me toe en zei, Jan, hoe is het met jou? Ik zeg, mee wat dat is het, jongen. Waarom heb je tegenwoordig? Ik zeg, ik woon in Nesbeek. Al jaren. Hij zei, woon je in Nesbeek? Dat is zeker wel ver wonen, zei hij. Ik zeg, dat is ver wonen voor de koeien. Hij zei, ik zeg, ja, voor de koeien. Weiland, mais, alles is er in overvloed. Maar als je als meisje woont, en je hebt een kilo suiker, man. Kunnen jij hier nergens terecht? Het enigste wat ze nog hebben hier. Dat is. En een bakker. Dat is net niet zo'n probleem, maar. Die bakker mag niks wassen, boys. Maar ken ik mensen in deze dorp, ik noem je een ene naam, hè? Maar ken ik mensen in deze dorp die vertrekken om buiten de dorp boodschappen te gaan doen en die 7 dagen per week wassen. Ik noem je een naam, hè? Zijn er wel.